4 mei 2022. We zijn in Reuzel de Mierde. Na alle perikelen rondom corona is er vanavond weer een echte dodenherdenking. En Camper TV is erbij. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Een speciaal welkom aan onze Oekraïense vrienden. Een heel bijzondere herdenking, nu we in een wereld leven waar oorlog weer het gesprek van de dag is. De oorlog in Oekraïne, in een land zo dichtbij. Tijdens deze herdenking staan we ook hierbij stil. Deze avond staat overal in Nederland in het teken van vrijheid en verbondenheid. Heel Nederland staat vanavond stil rondom dit thema en wij hebben deze vrijheid. En die verbondenheid zien wij ook. Het is indrukwekkend om te zien hoe we samen klaarstaan en elkaar helpen. Mensen stellen hun huizen open of doneren spullen om de vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente te kunnen helpen. Als laatste voor 8 uur horen we een koraal door Harmonie Sirena. Daarna zullen we vanaf 8 uur 2 minuten stilte houden. En na de 2 minuten stilte speelt de harmonie het Wilhelmus. Jongens en meisjes, dames en heren. Meer nog dan in de afgelopen jaren realiseer ik me hoe wij de woorden vrede en vrijheid betekenis mogen geven. We zijn hier vandaag bij elkaar om heel veel mensen te gedenken die in de afgelopen decennia hebben gestreden voor de vrijheid van hun medemensen. Elk jaar benadrukken we hoe belangrijk het is om de verhalen te blijven vertellen en met elkaar de herdenking te beleven. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, opdat we nooit vergeten, juist nu. Juist dit jaar hebben we mogen ervaren dat ons dagelijks handelen weer meer vrijheden gaf, na 2 jaar in de ban van corona te hebben geleefd. Hoe schokkend en bizar is het dan om geconfronteerd te worden met de aantasting van vrijheid door een afschuwelijke oorlogssituatie op slechts enkele uren afstand.
Grote onzekerheid en een gevoel van verslagenheid komen onmiddellijk opzetten bij het zien en horen van die vreselijke verhalen. En ook ontstaat er een drang om elkaar te helpen overleven, voor zover dat binnen ieders vermogen ligt. Onvrijheid bij onze buren. Burgemeester Van der Ven trekt vervolgens een parallel tussen de vluchtende burgerbevolking in de Oekraïne van nu en de vluchtelingenstroom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze memoreert de vlucht van de burgers in de kempen in het algemeen en van Reuzelnaren in het bijzonder. Mensen zorgden voor elkaar in de Tweede Wereldoorlog. Net zoals wij nu ook in Europa, in Nederland, weer onderdak en veiligheid bieden aan vele vluchtelingen uit de Oekraïne. En dat gebeurt ook hier in onze gemeente. Al verschillende malen herdachten we begin oktober de vlucht van de Reuzelnaren met een stille tocht van Reuzel naar Hoogemierde met een levendige ontvangst in Hoogemierde. Er zijn steeds minder mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat Nederland doormaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de ervaringen die onze veteranen hebben opgedaan in andere oorlogsgebieden zijn erbarmelijk en met geen pen te beschrijven. Laten we trots zijn op onze vrijheid. En laten we die vrijheid koesteren en samen daaraan blijven werken. Ook aan de internationale vrijheid. En hierbij spreek ik de vurige wens uit dat ook in Oekraïne de mensen zo snel mogelijk hun normale leven weer kunnen oppakken. En hun land, hun huis en haard weer kunnen gaan opbouwen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Opdat we nooit vergeten. Juist nu. Dan wil ik nu graag uw aandacht vragen voor Elise, die een gedicht gaat voorlezen. Durf te durven. Durf te praten. Voor hen die de stem niet hadden. Stille helden waren. Durf te geloven in vrijheid. En samen durf te hopen. Voor hen die de hoop nooit opgaven. Voor de toekomst. Durf jij 2 minuten stil te zijn? Dan durf ik te luisteren. Dan gaan we nu over naar de bloemlegging voor de 21 burgerslachtoffers. Tijdens de oorlog zijn, zoals velen van u nog weten, 21 slachtoffers gevallen onder de burgerbevolking van Reuzel en omliggende dorpen. De kinderen uit onze gemeente gaan nu voor elk van hen een bloem bij het monument leggen. En dan is er nu gelegenheid voor u allen om ook een bloem of bloemen te leggen bij het monument als u daar prijs op stelt. We beginnen op het kerkhof met een bloemlegging en kaarsen door het gilde bij de graven van de 7 gesneuvelde Welsh soldaten. Gevolgd door The Last Post, gespeeld door de heer Cheng Hermans. Daarna lopen we in defilé langs de militaire graven.